U spreekt dat het geloof veel wordt gebracht als een ding. Komt dat ook niet omdat vaak met de term een nieuw hart wordt gebruikt? En ook vaak tegen kinderen wordt gezegd dat ze daarom moeten vragen. Ja, ik heb dat eigenlijk bewust niet gedaan in mijn lezing. Ik heb het gehad over het geloof als een ding. Maar de vraagsteller heeft goed doorgehad. In de praktijk gaat het vaak over een nieuw hart. En enerzijds is dat Bijbelse taal. Het staat in de Bijbel, ik zal een nieuw hart in hun binnenste geven. Maar anderzijds is dat nu typisch de taal waarvan je denkt inderdaad, hè, de operatie, een nieuw hart erin. En ja, en dan moet je op zoek gaan of dat nieuwe hart er wel of niet zit. Nou, zo is die Bijbelse taal niet bedoeld. Ik zal het ook niet snel tegen mijn kinderen zo zeggen. Omdat het zeker bij kleine kinderen zoveel misverstanden op kan roepen. Ja? Dus in plaats van deze taal te pas en te onpas in te zetten, zou ik zeggen, spreek met je naasten, spreek met je kinderen over de Heer Jezus. En dan zitten we in het hart van het evangelie. En dan zal dat zijn werk doen.